Tja, Klaesjon, ik weet dat je er geen fan van bent, maar we moeten terug naar de jungle. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.4. Iets met Terraria. Ik ben er weer. Zelfde Play 20. Stevie terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben wij de jungle geëxplored. En hebben we dus een beetje zitten te kijken van... Nou, misschien dat we een Plantera Bob tegen kunnen komen. En nou zijn we er toevallig inderdaad eentje gisteren tegengekomen. En die hebben we gemaakt op de map met heel erg veel torches. Even kijken waar dat die ook alweer precies zat. Eens even kijken of die nou heel erg diep zat. Want ik weet dat het bij een open terrein was... daar plaats ik altijd heel erg veel torches. Daar zie ik wat torches. Volgens mij... Was het daar? Nee. Ik moet heel eventjes zoeken. Maar goed, in deze aflevering wil ik dus daar bij die plek een arena gaan maken. En wil ik dus een poging gaan wagen tot Plantera neer te halen. Dat lijkt me eigenlijk niet zo'n verkeerd idee. Dus als ik hem tenminste kan vinden. Want ik weet dat het een groot terrein was. Dus het was wel makkelijk om daar een arena van te maken. Maar moet ik hem eerst eventjes vinden. Dus geef me een seconde. Ik ben heel even aan het zoeken. Oké, ik heb het eindelijk gevonden. Dat duurde eventjes. Het zit hier op het eerste balkje. Ik zit allemaal hier te zoeken en het blijkt gewoon allemaal hier te zitten. Want als we hier kijken, dan zien we al gelijk... Hé, kijk, een heleboel torches hier zo. Hieronder. En daaronder, daar zit dus de Plantera Bob. Dus we kunnen hier een hele mooie arena gaan maken. Dat kan ik hier dus heel mooi boven doen. Ik wil niet te dicht hieronder gaan komen, want dan kan het nog wel een beetje wild gaan worden. Dus wij gaan hier naartoe en we gaan daar een vlak arena van maken. Dus ja, ik neem jullie gewoon mee, want ik heb geen zin om te knippen. Ik ben lui vandaag. Goed, ik heb mijn equipment allemaal bij me. Ik heb shine... Ja, trouwens, die potions die mogen heel eventjes... Psst, juist. Die potions die mogen terug. Potions, de shine potion en de spelunk potion die mogen mee terug. Ik heb heel eventjes wat extra pumpkin pies gemaakt. Ik heb al een campfire bij me. Misschien is het handig om wat hout mee te nemen. Want ja, we moeten toch wel daar plateautjes neer gaan zetten. Dus dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk om die dan ook mee te nemen. Dus ja, ik denk dat we daar wel goed mee zitten met de arena te bouwen. Oh, ik vergeet het belangrijkste. Wat is het nou leuker als je iets gaat bouwen? Natuurlijk, explosieven. Ik bedoel, we hebben genoeg explosieven, dus gewoon de boel daarop blazen. Toen heb ik ook die onderste vierkante dingers gemaakt met heel veel bommen. Dus laten we eens even kijken, waar hebben we? Ores, bars, potion, ingrediënt, ammo en bombs. Ik heb 4 staven dynamiet. Nou, weet je wat, we nemen gewoon nog een hele lading voor mee. Dus... dat zijn grenades, die wou ik niet hebben. Oké. Dan moet ik wel eventjes naar de materialendoos, want ik heb geen gel bij me op het moment. Dus, nee, dat is niet zo erg. Dan gaan we gewoon hier naartoe. En ik heb hier namelijk die 100 bommen daar zitten. En als ik dan hier kijk, dan kunnen we zelfs bouncy bombs maken. Maar laten we dat maar niet gaan doen. Dus eventjes een lading bommen. 50 stuks daar. En 48.000, dus we hebben er genoeg. En dan natuurlijk sticky dynamite. Dat is ook altijd heel erg handig. Goed, nu ben ik er klaar voor een... Oh ja, yeah, voordat ik het vergeet. Heel veel mensen die... Nou ja, niet heel veel mensen, maar de aflevering die is gisteren gekomen. Maar er was al heel erg veel gevraagd of Jolteon toch het bunnetje zou willen blijven. Dus Jolteon, ik hoop dat jij daar ook het mee eens bent. Maar de meesten die willen jou toch zien... ja, die vinden jou toch meer passen bij het konijnenvormpje als bij de eenhoornvorm. Dus ja, bij deze, jij blijft gewoon een bunny. Tenminste, het publiek heeft gekozen. Dus daar houden we ons gewoon aan. Dus ik zie jullie... Nee, ik heb geen zin om te knippen. Jullie gaan allemaal met me meelopen. Ik bedoel, we hebben hier een vlakke terrein en het is hier heel erg donker. En ik zal eventjes een toortje vasthouden, zodat het een beetje let's play vriendelijker is. En we weten waar dat we naartoe moeten. En ik neem de 59 schade omdat ik te lui ben om de spatenballenknop in te drukken. En we zijn nog steeds aan het lopen. En... Nou ja, to be fair, we hebben een zandstorm. Maar to be fair, gisteren ja, heb ik niet geüpload omdat ja, toen heb ik deze aflevering... Hallo, mag ik eventjes? Holy snijkvogels! Oké, als jullie zo willen spelen, prima. Die wind is irritant. Oké, maar red trouwens die map weg. Ik bedoel, serieus, hoe niet een map? Ik bedoel, maps die vind ik heel erg handig als ik uitgezoomd speel, maar op het moment dat ik zo aan het... Oh boy, nee! Ehm.
Oh boy, dan komt dadelijk weer die. Oh. Ik wist dat die zouden komen. Oh boy, dit gaat fout. Oh boy, ik ga jou gewoon verslaan dit keer. Oh boy. Nee, dit keer ga ik jou gewoon verslaan. Oké, we hebben je verslagen. Ik neem je kristal mee en we gaan weg hier. Probeer een fragment, ik heb hem. En ik neem de klok ook maar gewoon mee, want dat is geld. Wat, nog één? Oh boy. Auw. Oké, nou gaan we gewoon er nog eentje verslaan. Ik vind het best. Sta je goed? Dus. Blijkbaar gaan wij dan toch voor dat armor wat ik jullie toch graag wou laten zien, maar nog niet kon laten zien in verband met... Oh boy. In verband met dat ik ze niet meer tegenkwam en dan kom ik er in één keer twee tegelijkertijd tegen. Deze horen rek rich te zijn. Oh. Zijn ook eens even neergaat. Ga dood. Oké, we hebben weer een verbinding fragment. Daar hebben we er dan nog eentje voor nodig. En dan zouden we dus die armor ook kunnen laten zien. Ik heb al lang gezien dat er weer zo'n elf kraag. Ho. Oh. Jezus, wat zijn die dingen daar veel vandaag. En landsharks en... Oh, ga weg. Ga heen. Het is hier druk met vijanden. Ik ben onderweg naar de jungle, jongens. Oh, die snijvogels. Kom maar. Ja, zo hoog kom jij niet. Oh. Weet je wat? Doei. Ik weet ook nog eentje nodig heb, maar dat komt later wel. Want we hebben een andere missie voor vandaag. Huh. Shall we? Dat scheelt niet veel. Jolteon? Oh boy. Hier staat de wind tenminste de goede kant op. Oh boy. Auw, auw. Oh jeez. Wat, heb ik geen potions meer bij me? Ik heb geen potions volgens mij meer bij me. Nope, ik pakte een mushroom. Wauw. Oké, nou dan ga ik eens wel even kijken. Want volgens mij heb ik dan maar... Ik moet nog potions bij me hebben. Ik bedoel, we zitten op een klets. Moeten we nou heel dat stuk weer teruglopen? Ja, maar no worries. Daar knip ik wel heel eventjes naartoe. Greater healing potions. Dank je. Ah, misschien handig om toch een beetje in de gaten te houden hoeveel potions had ik wel niet mee. Oké. Ik hiel me wel. Maar nu neem ik eventjes... nou doen we wel heel even de knip. Vooruit dan. Oké, we zijn eindelijk aangekomen bij de jungle. Oh, dan werd ik je tijd zeg. Het is deze. Dit is de eerste waar we naartoe willen. Nou had ik zelf nog een request gekregen in de comments of ik als ik genoeg turtle shells heb, de turtles niet zou willen killen in Terraria meer. Ik probeer juist wel rekening te houden met zoveel mogelijk bunnies. Alleen ja, de evoluties willen niet echt zoveel meehelpen, de summons. Want ja, die kunnen dat nogal makkelijk per ongeluk raken. Maar turtles, die zijn hier extreem dodelijk. Dus, sorry maar, no way. Ik bedoel, ik snap dat er heel veel mensen ook schildpadden als hallo life fruit. Tot mensen dus, turtles zien als lievelingsdieren, oftewel schildpadden. Maar, nogmaals, ze zijn hier hartstikke dodelijk. En... Net zoals bijen. Die zijn ook heel erg dodelijk. Daar wil je ook niet mee vechten, eigenlijk. Nou ja, daar wil je wel mee vechten, want ja, ze vallen jou ook aan. Maar turtles, ja, ze doen die 200 damage en het is gewoon veel te linkersoep om... Ja, speaking of the devil, sorry. Maar het is gewoon veel te gevaarlijk om ze te laten leven. Het zijn er gelijk twee, dus hopelijk. Want zoveel komen we niet meer in de jungle. Het is alleen maar voor chlorified minen en zo. Dus. En natuurlijk de turtle shells. Maar ja, op het moment dat we ze daarna niet meer hoeven te farmen. Ja, als we ze tegenkomen, dan moet ik ze toch helaas neerhalen. Het spijt me. Sorry. Vraag mij het trouwens toch af. Hopelijk dat het daar dadelijk in onze battle arena, die we willen gaan maken...
Niet meer hallowed is, want anders krijgen we namelijk een moeilijkere versie, een hele moeilijke versie van de Plantem. Oké, ja, het is een beetje hier. Dit is de plek waar we de arena willen maken. Wacht eventjes. Mij valt wel mee. Oké, nou laten we gewoon eerst eventjes zorgen dat we eventjes onze bommen klaar hebben. Ik wil daar de bom. Ik wil daar een bom. Ik wil jullie even aan de kant hebben. En ik ga de boel exploderen. Daar heb ik zin in. Oké, nou is het natuurlijk wel de bedoeling dat we heel erg voorzichtig zijn met het exploderen. Want stel je voor dat we die Plantera Bob raken. Dat is één ding wat we zeker niet willen doen. En hoi. Ah, het enige nadeel als je zoveel van die grote beesten... Of van zo'n grote opening hebt overal. Er spannen heel erg veel vijanden dan. En ik ga niet dood. Kom op, ga neer. Turtle Shell! Nice, de eerste is binnen. Oh, snijvogels, ik ga niet goed, ik ga niet goed, ik ga niet goed. Oh, ik ga hier bijna dood, ik ga hier bijna dood. Inkeven. Oké, niemand komt hier binnen. Ik zit veilig. Niemand komt hier naar binnen toe. Tenzij dat er een bij aan die kant komt en dan ben ik wel een beetje de sjaak. Maar laten we hopen dat dat gewoon niet gebeurt. Laten we gewoon heel eventjes rietje. Oh, nee, 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 je komt hier niet binnen. Oké, degene die die comment had geplaatst over die turtles, kijk maar heel eventjes weg. Want er komen hier heel veel turtles tegen en één hit van die turtles. En ik ben over heel deze plek heen verspreid. Zullen we dat maar niet doen. Oh, ik zie Chlorophyte daar zelf liggen. Blijf beneden. Oké, maar regeneration gaat nu lekker snel. Daar ben ik wel blij om. En ik heb een potion gebruiken. Oké. Ik durf weer. Gelijk word ik geraakt door die bijen, hè. Gelijk. Oh, jeez. Oké, dit wordt heel gevaarlijk. Misschien was het handig om een calming potion of iets te pakken of zo. Oh boy. Ik heb nou... Het is de bedoeling dat we juist dit weghalen, dus... Vandaar dat ik het nou weg heb gehaald, maar... Misschien handig om een calming potion te gebruiken? Nee, die heb ik nou niet bij. Oké, meer explosies. We gaan dit gewoon opblazen hier. Dag zeefruimte. Dankjewel voor mijn leven te hebben gered net. Stellen we zeer op prijs. Jesus. Ho. Het is bijna kerstmis dus. Jesus. Jesus. Ik wil. Ja, die glorify neem ik allemaal mee. Oké, schiet gewoon. Schiet gewoon. Schiet op alles wat beweegt. Auw. Oh, jij was mijn kleine bij, dat maakt niet uit. Oké, turtle shells. Nu zit ik daar echt af te vragen. Wil ik eigenlijk voor de turtle shell armen gaan of... Blijf ik bij deze gaan. Oké, daar zit de Plantera Bob en die wil ik daar laten liggen. Dus dit wordt onze battle arena. Dus dit ding moet ook opgeblazen worden hier. En dit hele ding moet opgeblazen worden. En dat moet opgeblazen worden. En dat moet opgeblazen worden. En ik denk zelfs dat ik hier het ook helemaal open wil hebben. Want ik denk dat ik zelfs met Holy Arrows bezig wil gaan. Weet je wel, laat ik gewoon eventjes een vierkant maken van waar dat ik precies... hoe groot dat ik het wil hebben. Oké, laten we gewoon hier naar beneden. Even kijken hoor. Ja, tot en met hier. Alles wat hieronder zit mag mee. Alles wat hieronder zit, dat mag gewoon open blijven. Want we maken toch onze eigen plateautjes en zo. Dus ga neer. Help graag. Men vraagt mij wel eens, wat is het gevaarlijkste bij een boss battle? De arena maken. 100%. Ja, maar kijk, 72 damage van een range aanval van zo'n stomme stinkbij. Ga weg.
Nou ja, ik wou Planetaire eigenlijk in deze baas gaan doen. En jullie zien me dus de hele tijd struggelen. Dus oké, dat zijn evoluties, maar oké. Editor, maak je toch maar eventjes een fast forward op. Want we willen wel Planetaire in deze aflevering gaan doen. Dus maak maar even een fast forward. Ik zorg wel dat ik in leven blijf. Ik doe zo voorzichtig mogelijk. De arena is klaar. Tenminste, ik vind hem goed genoeg. Ik heel even mijn inventory liggen, want oh boy. Doei. Zo. Nou ja, ondertussen hebben we wel weer 3 life fruits erbij gevonden. Oh. Tuurlijk, hoor je wel je setup om. Waarom ook niet? Nou, ik denk dat we op zich wel een grote kans maken, aangezien dat we de Holy Arrows daar kunnen gaan gebruiken. Dus ja, moet je kijken of ik... we hebben weer heel veel rotzooi opgepakt. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Nee, deze mag mee. Ik denk dat deze Battle Arena wel gaat werken, maar het allerbelangrijkste, en daar maak ik me best wel een beetje zorgen over, want dat is me dus opgevallen. Ik weet niet of het jullie ook is opgevallen. Maar dat is tot de Hollow Biome heel erg dichtbij zit. Dus ik denk dat ik de Purinator daar heel eventjes doorheen moet gaan gooien. Maar dan weet ik dus niet zeker of de Purinator daar ook de jungle weghaalt. Dus daar moet ik heel eventjes voorzichtig bij kijken. Maar volgens mij doet hij dat dus juist niet. Had ik die Clemsonator of Purinator of hoe dat ding ook heet? Lijkt wel op Dovenschmitz. Ja, die heb ik hierin zitten. Oké, nou, dus dan moeten we Green Solution gaan kopen. En dat is eigenlijk best wel een duur grapje. Maar ja, daar heb ik lak aan. Oké, nou dit mag allemaal weer terug bij de explosieven. Dus ammo, bombs, dat gaat hier weer naartoe. Mooi. Eens even kijken. We hebben weer een metal detector. Butterfly dust waar ik niks mee doe. Deze die moet bij de horde mode stuffs. Die hadden we toch nog niet. Dan is het goed. Hebben we genoeg holy arrows? Holy arrows hebben we meer dan genoeg. Potions die heb ik in dat ene ding zitten. Horde mode stuffs, dan mag ook eventjes de turtle shell waar we toch voor moeten gaan farmen. Sorry. Flareon, ik wil jou er ook wel eventjes bij hebben, want... Oh. Nee, dat is niet... Dank je. Solution. Ja, Green Solution. Die moeten we dus nou eventjes gaan hebben, want dan nemen we die toch eventjes mee. Eventjes kijken. Waarom doe ik... Wat een voorbereiding voor Planetaire. Oké, dan moeten we bij jou zijn. Heb jij ondertussen weer geld voor ons? 10 gold. Dat zal helpen, want Solution is niet goedkoop. Jij bent niet de... Ofwel? Nee, jawel. Want jij verkoopt dat. Dus dan verkoop je ook de Green Solution. Daar.
25 silver piece. Dat is een duur grapje. Nou, ik denk dat ik hier wel genoeg aan heb. Doe die maar voor de zekerheid dan gewoon in je inventory houden. En dan pakken we die clams en eten. Die pakken we daar dan wel bij. Oké, we hebben meer dan genoeg stuffs. Ja, die platforms. Ik heb hout genoeg. Dus trouwens, weet je wat? Laat ik die dan toch voor de zekerheid maar in de kist stoppen. Mocht ik ze nog een keer nodig hebben. Bouwspul. Plateautjes. En daar kunnen we ook weer hout van maken. Eventueel. Materialen. Hard crystal. Die twee die mochten verkocht worden. Geld hebben we toch niet meer in onze inventory. Dus verkopen, daar wachten we nog wel even mee. Vier Hornet banners zeg. Zo hé. Oh, wat een gedoe. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Tenminste. Help, help. Even kijken. Kan ik hier iets uit van gooien? Want ja, die wil ik houden, die wil ik houden. Ja, deze die ken zeker. Die hebben we niet nodig. Eronder. Heb jij nog iets boeiends te verkopen eigenlijk? Nee. Nee, niet echt. En nog verkopen, hè. Gewoon toch doen. nou ja, die 3 gold, die hou ik gewoon op zak. En ik denk dat we het thema mee moeten gaan doen. Dus, we pakken de potions mee. Oh boy. Ik hoop dat dit goed gaat, jongens. We hebben frost armor, dus hopelijk. Ik zie jullie in de jungle. Hoi! Oh boy, daar had ik niet op gerekend. Oh jee, nee. Oh, ik zit hier vast. Snijkvogels! Ik had daar niet de ruimte om. Tuurlijk staat er in één keer een Hallowed Mimic. Waarom ook niet? Dankjewel, telefoon! Bad timing! Oké, als het ergens is waar ik geen zin in heb, dan is het de hele tijd om dus op het moment dat ik in de jungle ben, gelijk te moeten dealen met ik weet niet hoeveel Hallowed zooi. Die dingen die moeten gewoon ver bij elkaar uit de buurt blijven. Dus ik ga zoveel mogelijk alvast even proberen te cleanen. Oké, ik zie het. Oink. Zie je dat ergens die... Oh boy, hier zit ook al gelijk zo'n bij. Ga weg. Het gaat er voornamelijk over tot het daaronder dadelijk niet meer... Staat gelijk een... Oh, andere kant op. Trouwens. Nee. Maak het allemaal schoon. We hoeven gelukkig ons geen zorgen te maken over of hier dingen weg gaat zien. Nou verkleurt het water weer terug naar groen, dus... Of naar blauw. En de jungle is weer de jungle. Dus we hoeven niet bang te zijn dat de jungle dus ook gepurified zal worden tot een gewone cave run. Het blijft wel gewoon een jungle. Maar dat die hallowed weg is. Dus nou ja, in ieder geval hoeven we dan ook geen zorgen meer te maken voor een hallowed chest die dan in één keer kan verschijnen. Moet ik wel zeggen, we hadden hem wel bijna. Oké, nou dit mag weer weg. Al moeten we hier eventjes heel voorzichtig zijn. Waarom heb ik dat stuk daar nog niet weggehaald? Ik bedoel, dat kan een hele gevaarlijke blokkade zijn. Oké, dit wil ik allemaal schoon hebben. Gewoon even flink extra spuiten hier. Oké, nou nog hier even zitten kleine puntjes op de i. En het wordt hier eventjes druk. Oh boy. Oké, ik heb hem. Oh, we moeten wel weer de tijd hebben om te regenereren natuurlijk. Maar dit mag wel gelukkig ook... ik haal dit stukje hier ook gewoon heel eventjes nog weg. Ik bedoel serieus, we zijn hier om Plateauer te verslaan, dus... Oh boy. Oh, jullie kunnen ook veel pijn doen. Oh, ik word bekogeld vanuit vele kanten hier. Welkom bij de jungle, waar je geen seconde rust krijgt. En hier moeten we een baas in bevechten, in deze chaos. Nou ja, gelukkig hebben we dadelijk... Oh, nee. Ik heb 11. Oh, boy. Eventjes een extra live regen, altijd handig. Maar we moeten nu dus wachten... Totdat we dus veilig... Weet je wat, ik ga gewoon hier staan. Ik heb de buffs van regeneration daar. Ik ga gewoon hier eventjes veilig staan en wachten tot we full health hebben. Dan gaan we gewoon naar boven toe en gaan we gewoon beginnen.
Tenminste, ik weet niet of ik hem zo kan raken. Ik denk het wel, maar... Volgens mij kun je ze ook breken met Clementinator. Dus hoe dat ding ook heet. Jungle Bad Banner. Niet nodig. Oké. Okay. Er zijn heel veel enemies nearby. Oké, okay, ik heb mijn buffs. Ik heb mijn equipment klaar. Ik heb mijn Holy Arrows klaar. Ik heb zoiets van, we gaan het gewoon doen. Oké, okay, bijna vol. Ik denk niet dat je hem hiermee breekt. Nee, je breekt hem niet mee. Hiermee wel, toch? Ook niet. Oh, ik moet er dus echt naartoe. Ik heb allemaal nog voorzichtig gedaan voor niks. Oké, okay, nou ja. We moeten er toch naartoe, dus... Here we go! Buffs! Oké, okay, waar komt hij? Waar komt hij? Oh, daar is hij! Oké, okay, laten we de Holy Arrows er maar lekker op rekenen. Een beetje eromheen cirkelen doet het altijd het beste. Op zich doet het best wel zijn damage. Ik wil niet te... Oh, kijk uit. Is nou die spikeball gewoon aan het schieten? Ik moet mijn health in de gaten houden. Ik wil er niet te hoog. Dit gaat decent. Oh, die spikeball zal wel even vooruit kijken. Hij gaat bijna in zijn tweede vorm, denk ik. Ja, daar is de tweede vorm. 11. Oh, hij is snel, hij is snel, hij is snel. Oh, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Oh boy. Concentratie, concentratie. Oh boy. Ah! Hij heeft zoveel zooi. Oh! Hij heeft zoveel zooi. Oh, jeez, het doet pijn. De Holy Arrows, ze doen het goed, maar... Oh. Ik weet niet, volgens mij kan ik beter voor Crystal Bullets gaan of zo. Nou ja, dit was een failure. Helaas. We hadden hem bijna. Ik denk dat in het begin Crystal Arrows het beste is. En dan op het moment dat er zoveel van die beesten aankomen. Dat we dan inderdaad over willen gaan naar Holy Arrows. Dat ik ze echt gewoon naast elkaar moet zetten. En ik was natuurlijk Vaporeon's hulp vergeten. En dat helpt ook zoveel. Nou ja, in de volgende aflevering gaan we het gewoon nog een keertje proberen met een andere setup. En hopen tot we ergens een Plantera Bob gaan vinden. Dicht bij de arena. Dus ik dank jullie voor het kijken. En oh, wacht eens eventjes. Wij hebben nog een... Comment voor de huis of awesome comments. Comment nummer 27. Ik ben terug in een seconde. En de comment is geselecteerd en die komt van Nordin Stays. Hoop dat ik je naam daar goed uitspreek. Go Evolutions en Stevie. Heel erg bedankt voor die comment. En we gaan zeker niet opgeven. We gaan zeker wraak nemen op Plantera. Dus hashtag wij geven niet op. Dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering. Waarin dat we dus wraak gaan nemen op Plantera. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!